Deze benedenwoning bevindt zich op een locatie aan een vaarwater. Het huis heeft een achtertuin op het oosten. Deze woning is geïsoleerd met vloerisolatie en dubbel glas. De verwarming komt voor rekening van een cv-installatie. Tevens hoort bij deze woning een inpandige berging met daarin verwarming, water en elektriciteit. Deze woning is bovendien gestoffeerd.